Welkom bij Gelderland Sport. Je bent nooit te oud om te sporten. Dat bewijst de 78-jarige Rien. En Robin heeft een vraag aan een van onze coaches. Sommige senioren zijn wel heel sportief. En van zo'n oudere sportieveling hebben wij in Gelderland ook een goed voorbeeld. You're looking at me, I'm looking back at you. Nou Rien, de schoenen zijn aan. Ja. Je bent klaar voor je rondje hardlopen. Zo is het, ja. 78 jaar ben je. 78, ja. Het is een kwestie van volhouden, hè. En plezier erin hebben om het elke keer weer te doen. En had het je meteen te pakken, het hardloopvirus? Ja. En je hebt uiteindelijk ook een marathon gelopen? Ja, zo dus vier, hè. Ik heb 2 keer Rotterdam gelopen, 1 keer Berlijn en 1 keer Praag. Dat is een... De Berlijnse marathon. Ja, startnummer, hè. Geweldig. Ben je er trots op? Ja. Zeker, omdat jij Berlijn is. Ik had graag nog New York willen lopen, maar toen raakte ik geblesseerd, dus dat is niet doorgegaan. En hoe oud was je toen je laatste marathon liep? Toen was ik dus, was in 2005, ja. Was ik dus 64. Ja, wauw. En de eerste was toen ik 60 was. Ja. Zo Rien, warming-up gehad? Meeste wel, hè? Ja. Nog even wat rekken en strekken. Rekken en strekken en planken, want en dat planken. Doe je ook, ja, hè? Ja. Vaak? Ja, elke dag. Elke dag? Elke dag 2 keer een minuut. Hoe vaak loop je nog in de week? 3 keer. 3 keer, en dan hoe lang? Zondags, dan lopen we in een klein groepje, dan lopen we 1,5 uur ongeveer. Met wandelen tussendoor. Dinsdags op de baan. Dat is dan zo'n 3 à 4 kilometer met intervaltraining. En donderdags ook een duurloop van 1 uur ongeveer, 1,5 uur. Maar merk jij dat jouw lijf ouder wordt? Merk je dat aan het lopen? Waar merk je dat aan? Nou, je herstelt veel langzamer. Dus je hebt de volgende dag heb je er nog wel last van. En je moet niet elke dag gaan lopen natuurlijk. Er zijn mensen van 78 die lopen niet als jij, maar die lopen achter een rollator. Wat is nou het verschil tussen hen en jou? Ja, volhouden. Beginnen en dan volhouden. Ik heb ook wel eens gedacht van hoe lang moet ik nog doorgaan, maar ja, het gaat nog steeds, dus daar ga ik maar door. Maar je bent met andere dingen bezig, je hebt afleiding omdat je dus, je bent met je lichaam bezig meer, niet met je geest bezig. Je ruikt meer, je hoort meer, je ziet meer, wild af en toe en dat is altijd de moeite waard. Rien bewijst het. Je bent nooit te oud om te sporten en je hoeft niet zoals hij marathons te gaan lopen. Gewoon lekker bewegen in de natuur is voor iedereen. En is de drempel te hoog voor u om te beginnen? Dan zijn er overal loopgroepjes waar beweging, gezelligheid en begeleiding gecombineerd worden. Dus sluit u aan. Dan is het natuurlijk wel van belang dat u sport met goed materiaal. Dat kan een hardloopschoen zijn met vering, maar het kan ook een veringsloze barefootschoen zijn. Sinds 5 jaar loop ik hard. En ben vroeger begonnen op schoenen met heel veel demping. Maar het laatste jaar heb ik het helemaal gevonden in het barefoot lopen. Dus je krijgt bredere voeten en sterkere voeten. En sterkere enkels uiteindelijk. Goed bezig. Daar komt ze aan, Wendelien. Hallo. Een slokje water? Lekker, dankjewel. Jij houdt van schoenen. Ja. En jij loopt hard op dit soort schoenen. Ja. Nou hebben we geleerd dat demping heel belangrijk is. Maar ik denk, je loopt als het ware op blote voeten. Ja. Ik heb alleen een dunne beschermlaag tussen mijn voeten en de ondergrond. Ja. Waarom doe je dat? Omdat ik daardoor meer contact heb met de ondergrond. En het loopt directer. Je zakt niet weg in de demping van de schoen. Waardoor je veel directer weer van je plek weg bent. Is niet alleen de hardloopschoen zo van jou? Ja, in het dagelijks leven loop jij ook, hè? Want hier staan al jouw schoenen.
Loop je ook op dat soort, ja, hoe zeg je dat, aangeklede voetjes eigenlijk? Ja. Wat doet het met je voeten? Want wij weten allemaal dat als je hard loopt, dat is slecht voor je knieën. En je hebt die demping op de een of andere manier nodig. Ja. Nu moeten je voeten eigenlijk dat werk gaan doen. Ja, nu doen mijn voeten dat werk. En eigenlijk, ik loop hard op het gedeelte van mijn voorvoet hier zo. Waar je vroeger als kind, dan ging je touwtjes springen. Ja. En dan kon je half uur touwtjes springen. Ja, maar dan sta je eigenlijk, doe je eigenlijk alleen maar dit, doe, hè? Doe je op je voorvoet. Ja. En op dat gedeelte van de voet land ik ook met hardlopen. Dus de gevolgen die dat voor mijn voet heeft, is dat mijn voet daar breder wordt. Maar ook dat de spieren zich meer ontwikkelen. Want iedere keer als je landt, dan zet je voet uit. Maar als je hem optilt, moet die voet ook weer samentrekken. Jij zweert erbij, hè? Ja, ik ben er heel enthousiast over. Ja, nooit meer anders dan natural running. Precies. Ja. Ja. Maar je hebt er wel een vraag over. Ja, ik heb er een vraag over. Ik heb dus te snel opgebouwd in mijn enthousiasme. Ik ben begonnen met 20 keer 1 minuut hardlopen op die schoenen, op deze schoenen. En ik mocht eigenlijk maar beginnen met 5 keer 1 minuut hardlopen. Mm-hmm. Dus en dat heb ik redelijk lang volgehouden, de 20 keer 1 minuut. En daardoor een Achillespeesblessure opgelopen. En nu is mijn vraag van hoe kan ik toch rustig opbouwen en daardoor Achillespeesblessures voorkomen in de toekomst? Ja. Met deze vraag zijn we naar onze fysiotherapeut Marieke van Hune gegaan. Vandaag de tendocalcaneus, oftewel de Achillespees. De Achillespees is eerst die kuit en die loopt over hier in de pees. Dus vanaf hier en hier loopt hij. Achillespees bestaat uit je oppervlakkige tweekoppige kuitspier en de diepe kuitspier die hier nog onderloopt. De Achillespees is ook belangrijk voor het stabiliseren van je enkelgewricht. De Achillespeesblessure is een van de meest voorkomende blessures, maar er is wat aan te doen. De eerste oefening is heel simpel. Het zijn heel raises. Je gaat op je tenen staan en je laat je weer langzaam zakken. Zorg ervoor dat je enkel mooi recht blijft en niet naar binnen of naar buiten gaat hangen. De Achillespees is de sterkste pees van het menselijk lichaam. En bij hardlopen krijgt hij tot wel 12 keer het menselijk lichaam op te vangen. Hij werkt als een veer. Hij slaat de energie op van het landen en geeft die terug bij een krachtige afzet. Maak die beweging nog maar wat groter. Omhoog, omhoog. Nogal meer omhoog, denk ik. Helemaal op je tenen, juist, daarheen. Dit is een goede oefening om je kuit te versterken op een manier waarop het goed is voor peesherstel. De volgende oefening is een hele vergevorderde oefening. Elleboog in een driehoek op de bal, buikspieren aanspannen en met je benen maak je de loopbeweging. En maak die loopbeweging met je benen en uit je heup. Juist. Natuurlijk zijn de oefeningen terug te zien op Facebook. facebook.com/GelderlandSport. Een aantal weken geleden hadden we Gerrit in onze uitzending. Gerrit die doet binnenkort mee aan de Zeven Heuvelenloop. Maar die heuvelen oplopen, daar heeft hij moeite mee. Kijk, hier begint mijn probleem. Ik voel weerstand en mijn tempo gaat erg achteruit. Onze coach Honoré Hoed weet wel raad. Eens kijken hoe die de heuvels oploopt. Dat is al een heel hoog tempo. Ik denk nooit dat hij dat op de Zeven Heuvelenloop van 15 kilometer achter elkaar loopt. Hè? Dus... En ook wat lange pas. Hij maakt een hele lange pas. Dus echt op kracht gaat hij de bult op. Op het moment dat ik met een groep hardlopers meeloop, dan kan ik dat tempo volgen. Tot het moment dat een van de heuvels komt en dan ben ik de eerste die afhaakt. En dan denk ik, wat doe ik nou niet goed? En dat zit me een beetje dwars. En met name als er ook nog wat vrouwen in de groep meelopen, dan heb ik als man helemaal moeite daarmee. Daar kan ik slecht tegen. De vraag van Gerrit. Die maar moeizaam de berg opkomt. We gaan hem voorleggen aan Honoré. En een van de dingen die Gerrit ook zegt, ingehaald worden door vrouwen als man. Dat is een herkenbaar probleem, hè? Dat is iets voor de psycholoog, hè? Dat kunnen we hier niet oplossen. Dat moet hij toch in huiselijke kring oplossen misschien. Ziet ze gaan in de verte. Ja, ik zie ze gaan in de verte. En je kunt ook niet meer aanhaken. Ik zou dat kunnen, maar dan bij de volgende heuvel ben ik helemaal totaal los. Dus dat moet ik ook niet doen.
Het is iets wat natuurlijk veel mensen overkomt die in Gelderland hardlopen. Soms gaat het omhoog en omlaag. Ja, in het algemeen is het heel simpel en heel logisch natuurlijk dat je verbruikt een hoeveelheid zuurstof, vlak lopen. En dan ga je een berg op en dan gaat je lichaam meer energie vragen. Ja. Het is zwaarder om een trap op te lopen, net zo goed als zwaarder een heuvel op. Dus dan vraagt het meer energie. En als je al een bepaald tempo hebt in een wedstrijd en dat is net tegen het gaatje. En dan komt een berg aan, ja, dan ga je als het ware, dan leg je het loodje. Dan wordt het te zwaar, dus dan moet je terug in tempo. Maar kun je eens het verschil laten zien tussen hoe jij Gerrit de berg op ziet gaan en hoe die dat beter zou kunnen doen? Belangrijk om rustig te blijven ademhalen als je de berg op gaat. Ja, je mag uitblazen hoor, je mag uitblazen. Je had het over dat hij vooral op kracht loopt en misschien iets lichtvoetiger. Ja. Hoe ziet dat eruit? Ga ik voordoen. Dus als je een beetje te zware, lange pas maakt. Ja. Dat is één. Ja. Dat kost meer zuurstof. Hè? Het kost meer energie dan als je iets lichter gaat lopen. Dat zijn als het ware kortere pasjes. Kortere, lichtere pasjes. Ja. Dat je niet te veel kracht verbruikt, want dan krijg je spieren je het veel te zwaar. Ja, is precies. Er nog iets, kun je iets doen met je houding? Ja, derde is dat je vooral een beetje voorover, tegen de bult aanhangt als het ware. Dat vond ik bij Gerrit goed. Helder, Honoré. Dus wat kunnen we Gerrit meegeven? 1. Loop niet te snel, het gemiddelde tempo wat je doet. En het andere is 2, ga met een hele lichte pas goed voorover hangen naar boven. That's it. Succes, Gerrit. Verslag van die 7 heuvelenloop kunt u zien bij Omroep Gelderland op 19 november. En wie weet zien we Gerrit dan wel die heuvel op sprinten. En heeft u nou een vraag aan een van onze coaches? Dan kunt u die natuurlijk aan ons mailen, maar je kunt er ook een filmpje van maken. Of niet, Robin? Ik ben Robin, ik ben 21 jaar en ik doe een triathlon. Ik ben nu een stukje aan het hardlopen in het bos. En ik merk vooral bij hardlopen dat heel veel mensen tegen blessures aanlopen. En dat kan natuurlijk komen door een slechte looptechniek of een te snelle opbouw van je training. Of een slechte warming-up. Maar ik heb ook het idee dat er nog wat anders extra achter zit. En mijn vraag is... Hoe kan het dat de ene persoon geblessuregevoeliger is dan de andere? En hoe kan je dat voorkomen? We leggen de vraag voor aan oud-profielrenner Maarten Cialinghi. Robin, dankjewel voor je vraag. Over blessures en hoe iedereen anders blessures krijgt. En iemand die veel getraind is, krijgt soms veel meer blessures dan iemand die veel getraind is, maar andere sporten doet. Iemand met een ander lijf krijgt geen blessures. En iemand met een, we denken van jeetje, man, een sterke gozer, die heeft overal blessures. Er is niet echt een pijl op te trekken. Als je het mij vraagt, is één ding heel belangrijk, is heel algemeen trainen. Dus wat doe je? Veel verschillende trainingen doen. En een van de dingen die ik altijd deed was krachttraining, daar ben ik mee begonnen. Veel later pas ben ik yoga gaan doen. En yoga is voor mij de ultieme vorm van krachttraining en balanstraining. En zorgen dat mijn hele lijf stabiel is. En mijn tip voor mensen die één keer in de week sporten, is loop dan een keertje door zo'n park zoals waar wij nu zijn. Gewoon alleen dit. Hè. Ik trek mijn kuiten aan. Mijn spieren moeten samenwerken om gewoon überhaupt over deze balken heen te lopen. En ik denk dat als je dit één keer doet in de week, dat het dan al ervaart. Als zijnde, oké, ik ben iets aan stabilisatie aan het doen van mijn knieën bijvoorbeeld, enkels en mijn heupen. Hè, wat gebeurt er allemaal? En dat kan al helpen. Gewoon iets heel simpels. En het kan dus overal. Je kunt gewoon een bank pakken of een boomstam of een bank of een speeltoestel en je gaat je spieren trainen. Belangrijk is dus om je hele lijf te trainen. En wat alle coaches iedere keer weer benadrukken, doe het rustig aan. Ik zeg nogmaals dank voor je vraag, Robin. Andere mensen die vragen hebben, stel ze alsjeblieft. Doe ik mijn best om antwoord te geven. En doen, hè? Sommige kijkers denken dat ze misschien een domme vraag hebben of dat er alleen maar vragen gesteld kunnen worden door echte goede sporters. Maar Gelderland Sport is er voor iedereen en domme vragen die bestaan gewoon niet. Stuur uw vraag naar geldersport@gld.nl of via Facebook. Veel beweegplezier en tot volgende week.